Het vertrouwen in God, geloof, is belangrijk voor mensen en God. Het is de drijfstang tussen de twee. Een persoon zonder geloof kan zich niet met God verhouden, zelfs als hij het zou proberen, zou God niet reageren. In de schrift staat: Nu is het geloof de inhoud van de verhoopte dingen, het bewijs van de dingen die niet gezien worden. Want de ouderlingen hebben er een goed getuigenis van gekregen. Door het geloof begrijpen we dat de werelden gekaderd zijn door het woord van God, zodat de dingen die gezien worden niet gemaakt zijn van dingen die zichtbaar zijn. Hebreeën 1:1:1:3. S. Geloof is het anker van de schepping. God schiep alle dingen door het geloof. De schepper had vertrouwen in zichzelf door alle dingen uit het niets te scheppen. Het woord van bevel schiep hij de aarde en alles wat zich daarin bevond. God zei later. Genesis 1 wat hij ook zei, het kwam tot stand. Ondertussen, omdat God op zichzelf vertrouwde, moet Zijn schepping hem ook vertrouwen om een goed functionerend leven te leiden. De schepping moet vertrouwen hebben in God die haar heeft geschapen. De mensheid moet in het bestaan van God geloven, zij moeten op Zijn macht vertrouwen en hun verwachtingen in Hem beleiden, alsof ze zich onherroepelijk zullen openbaren. Iemand die de manifestatie van Gods bovennatuurlijke kracht verwacht, moet geloven dat God alle dingen kan doen, en de man moet zijn geëngageerd geloof in hem verklaren. Bidden, lieve God, help me alstublieft om vertrouwen in u te hebben, geef me kracht om mijn vertrouwen in u te kunnen uitspreken op elk gebied van mijn leven. Aad uw Heilige Geest mij in staat stellen om Bijbelbelbelofte te verkondigen en deze op te eisen in mijn leven. Aad mijn beleidenissen positief zijn en laat me ooit een triomfantelijk leven op aarde leiden. Aat mij alstublieft de vruchten van het geloof plukken en laat mijn getuigenis ooit blijven. Want in de naam van Jezus Christus doe ik mijn verzoeken. Amen.